Alhoewel die Nieuwe Testament in Grieks geschreven is, was al die Nieuwe Testamentiese auteurs, behalve Lucas, Jode. En het hulle natuurlijk die aard van die mensen natuur vanaf die Hebreeuwse holistische perspectief benader en niet van die Griekse heidense perspectief nie. Daarom was die Christense hoop voor Christus en voor die apostels niet een nieuwe hoop nie, maar liever die ontplooiing van die oudheidse hoop wat reeds door die patriarchen en profete gekoester was. Bijvoorbeeld, Christus het genoem dat Abraham vooruit gezien het en verjeugd was om Jezus' dag te beleef, Johannes 8 vers 56. Judas het verklaard dat Enoch geprofeteer het oor die tweede komst, Judas 14 en 15. En die boek van Hebreërs praat oor die geloofshelde wat de hemelse beloning verwacht het, wat hulle nie sal ontvang totdat ons onsen sal ontvang nie, in Hebreërs 11 vers 39 en 40. Hierdie verklaring sou betekenisloos gewees het, indien hulle siele reeds by die Here in die hemel sou wees. Deur te beklemtoon dat net diegene wat in Christus is, die ewige lewe het, in 1 Johannes 5 vers 11 en 12, ons geheetekstvers vir die week, weerlê Johannes die theorie van die natuurlijke onsterflikheid van die siel. Waarlik, daar bestaan nie 'n ewige lewe sonder 'n reddende verhouding met Christus nie. Die Nieuwe Testamentiese hoop is dus een Christus gecentreerde hoop en die enigste hoop wat hierdie sterflike bestaan een dag in een onsterflike bestaan sal verander. Bestudeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat, 19 November.